Opet KBF. Kinderen op bezoek bij WWF. En Cereprof spelen vanavond eerste wedstrijd. Dan moet ik beginnen. Ja, Nog een keer. Goedenavond, ik ben Shanice. En ik ben haar tweelingse Shanice. Welkom bij jouw Jeugdjournaal. Welkom bij jouw Jeugdjournaal. Ook ik zeg goedenavond. Welkom bij deze nieuwe uitzending van het 10 Minuten Jeugdjournaal. Het is een van de grootste stands op het Kinderboekenfestival. De theaterstand. Daar staat Wijnand Stamp elke dag verschillende Anansi-tories te vertellen. Ajibaba Nancy, tingelingeling, Ajibaba Nancy, ting. Ajibaba Nancy, tingelingeling, Ajibaba Nancy, ting. Hallo, ik ben Wijnand Stomp en ik maak theater. Ik vertel Anansi-verhalen onder andere over die slimme Wicked Spinnenman. Weet jullie wat Anansi is? Misschien moet je het vertolken. Anansi, ping, oh. De kinderen luisteren aandachtig naar het verhaal en zingen graag mee. Maar weten ze wel wie Anansi is? Anansi is een spin en soms is hij ondief, soms is hij lief. Anansi met zijn kinderen en zijn moeder. Hij wil geen eten voor die kinderen brengen. Dat hij geld gaat lenen bij Tigri. En als Tigri hem komt kijken, dan is hij niet thuis. Nooit is hij thuis. En Tigri wil hem doodmaken, want Tigri had zijn geld niet meer gekregen. Dat is inderdaad een van de vele Anansi-verhalen. Maar volgens Wijnand Stomp weten niet alle kinderen wie Anansi is. Anansi is een levensgenieter. Hij houdt van leuke dingen. Hij houdt van eten. Hij heeft ook een beetje een hekel aan werken. Maar wie houdt er nou van hard werken? Het liefst wil Anansi luieren in zijn hangmat. En als het moet, komt hij eruit. Anansi heeft zijn roots in Afrika. En heel veel kinderen in Suriname weten wel iets van Anansi. Maar ze weten dan, als ik het vraag, zeggen ze, hij komt uit het bos. Maar ik zeg, ja, maar daarvoor, waar kwam hij daarvoor vandaan? En dan vertel ik ze over dat hij een hele reis heeft gemaakt uit Afrika, in de hoofden van de slaven. En dat die elkaar verhalen vertelden, omdat verhalen hun kracht gaf met de streken die Anansi uithaalde. En er is maar één iemand die Anansi de baas is. En weet je wie dat is? Zijn vrouw. De verhalen zijn niet alleen spannend, grappig en ondeugend, maar ze hebben ook een boodschap. Nou, en één ding is in ieder geval wat je absoluut van Anansi kan leren, is dat hij nooit opgeeft. Hoe moeilijk de opdracht ook is, Anansi gaat door totdat hij het voor elkaar krijgt. En Anansi laat zien dat je je niet op je kop moet laten zitten. Door iemand takkoor, door iemand door, ja. Door iemand takkoor, door iemand door, ja. Wie niet sterk is, moet slim zijn. Of net zoals Anansi de spin zijn. Tot en met vrijdag kan je op het Kinderboekenfestival naar de verhalen van Anansi komen luisteren. Op het Kinderboekenfestival waren onze jonge reporters vandaag vooral geïnteresseerd in het WWF. Hallo, ik ben Shesran. Ik ben Rowita. Ik ben Wiraja. Ik ben Chanel. Ik ben Dimitri. En vandaag ben ik jullie reporter. Vooral de stand van het WWF trok de aandacht van onze reporters. Goedemorgen meneer. Goedemorgen. Wat betekent WWF? WWF betekent World Wildlife Foundation, in het Nederlands Wereld Natuurfonds. Wat doen de kinderen allemaal? Wel, ze kunnen kleuren, ze kunnen tekenen als ze willen en ze kunnen verhaaltjes maken. Hallo, dag meneer. Hoe heet u? Mijn naam is Gino Fainu Marianam en ik ben een vrijwilliger bij de WWF. De kinderen leerden dat er een speciale techniek bestaat om zeeschildpadden te volgen op zee. Het apparaatje is eigenlijk een satellite transmitter. En dan, hiermee kunnen we dan de zeeschildpadden traceren. Waar ze verspreiden en wat zij, hoeveel kilometer zij afleggen binnen een dag. En, jullie kunnen, het is gisteren gelanceerd, de internet game, Turtle Internet Game. En, jullie kunnen op de website van WWF Guyana's gaan. Om exact te zeggen, precies www.wwfguyana's.org. En daar kan je zien hoe ver zo'n schildpad, een zeeschildpad,
zijn afstand heeft afgelegd. De Suriprofs zijn weer in Suriname. De naam zegt het eigenlijk al. Het zijn professionele voetballers met Surinaamse roots die in het buitenland spelen. Ze zijn er natuurlijk niet zomaar, maar om voor de Parmobile Cup te strijden. En als de Suriprofs in ons land zijn, is het natuurlijk voetbal geblazen. En dat deden ze met enkele jongeren van Saren. En zelfs de regen kon de pret niet drukken. Ik vond het geweldig en leuk. Omdat ik zo wedstrijd nooit had meegemaakt. Ze zijn echt populair en zulke mensen. Dus zij kunnen met Messi spelen. Heel goed, want we kunnen niet elke dag met ze spelen. Dus ik vond het heel geweldig om met ze mee te spelen. En ze zijn gewoon de bom. Had je een favoriet? Ja, wel een favoriet. Die één die Hanekamp had. De Suriprofs zullen samen met onze nationale selectie spelen tegen ons buurland Guyana en Vitesse uit Nederland. Alle ploegen willen natuurlijk de Parboek Cup winnen, dus makkelijk zal dat zeker niet gaan. Ik denk dat het de wedstrijd gaat worden met veel strijd, ook omdat het weer slecht is. Dus ik denk dat we wel een zware wedstrijd tegemoet staan. Nou, in principe zijn het geen gemakkelijke wedstrijden. We zijn natuurlijk ook dat we voor het eerst met elkaar spelen. Dus ik verwacht dat het wel sportief aan toe gaat gaan. Maar iedereen gaat willen winnen, dus ik denk wel dat het heel interessant kan zijn. Oké, maar de Suriprofs winnen dan? Wij gaan voor de winst. En daarom is het belangrijk dat wij onze jongens gaan aanvuren, zodat de cup in ons land blijft. Ik ga ook naar de wedstrijd, omdat het leuk zijn. Ik wil meer zien van Suriprof. Ik moet ze aanvuren, hè? Ze zijn van Suriname. Ik hoop dat ze winnen. En wie gaat volgens jou het toernooi winnen? Suriprof. Zo, dat is duidelijk. Maar de wedstrijd moet natuurlijk nog gespeeld worden. Doelman Rodney Ubergen wil ons allemaal nog even geruststellen. Maak jullie niet druk. Ik ben doelman, dus niemand scoort bij mij. Dat sowieso. We hebben een paar goede verdedigers. We hebben een linksbuiten, Sidney Smelts. Hij is modderman, dus dat komt ook wel goed. We hebben een jonge toevaren op Pinas. Hij is ook een goede verdediger, dus jullie hoeven je nergens druk op te maken. Hij is Kirkiman, dus gados met hem. We hebben een goede trainer, Dien Goré. En zijn zoontje vooral, Kenji Goré. Dus het komt helemaal goed met ons. Guyana en Vitesse, de maswak. Maar voor de Suriprofs gaat het natuurlijk niet alleen om voetballen. En daarom gaan de opbrengsten van de wedstrijden naar goede doelen. Zo zullen er 2 voetbalverenigingen helemaal worden gerenoveerd. Vandaag is de eerste wedstrijd om de Parmobile Cup en spelen Vitesse en Guyana tegen elkaar in het André Kamperveen Stadion. Vrijdag komen de Suriprofs samen met onze nationale selectie in actie en zondag is dan de grote finale. 3, 2, 1, action! En hiermee zijn we aan het einde gekomen van de uitzending. We zijn er morgen weer. Ook dan staan we op het Kinderboekenfestival. Zien we je daar? Fijne avond. Fijne avond. Doei. Doei. Ja, ook namens mij een fijne avond verder. We zijn er morgen weer. Doei doei.